ik heb een plan gemaakt helemaal aan het begin. Ik wil alle provincies bezoeken. En ik heb 6 jaar de tijd. Dus 2 keer per jaar zijn we op tour met deze mooie grote gele bus. En dan zijn we 3 dagen, 4 dagen in een provincie. En deze keer was Drenthe wat ons betreft aan de beurt. We willen weten wat burgers bezighoudt tegen de problemen die ze oplopen. We willen graag met ze praten over hoe het gaat hier in Drenthe. Het is voor ons heel erg belangrijk om niet alleen maar vanuit Den Haag te horen wat er aan de hand zou zijn. Wat goed gaat en wat niet goed gaat. We willen graag met de mensen op straat spreken. En ze komen gelukkig naar ons toe. Het regent een beetje, maar toch is de hele dag zijn we aan het werk. Hele herkenbare klachten, maar ook nieuwe dingen. Dit is het plan voor het Zuster Moorpark. We hebben een projectontwikkelaar in samenwerking met meerdere mensen en de gemeente en plaatselijk belang. Die hebben dus het project opgezet met de bevolking om het park helemaal aan te passen. Ja. Die van hun provincie houden, dat laten ze ook blijken. Ze houden van hun natuur, ze maken zich zorgen over wat er gebeurt en ze willen graag betrokken zijn. En dat zijn de verhalen die ze ons komen vertellen.